Welkom bij weer een nieuwe kennisbankvideo van Kraakman. Mijn naam is Willem van der Zwaan, productspecialist, en vandaag wil ik jullie graag meer vertellen over de gloednieuwe 6M. Achter mij zien jullie de gloednieuwe 6M250. Het eerste wat misschien opvalt is dat het een 250 is. Dit is namelijk een van de nieuwigheden in de 6M-serie. De 6M-serie begint bij een 6M95, die jullie misschien al kenden als voorheen de 6090M met de schuin aflopende neus voor enorm veel zicht naar voren en een korte wielbasis voor enorme wendbaarheid. Deze begint nogmaals nu dus bij 95 pk. In die serie hebben we vier modellen, tot en met de 6M125. Vervolgens komen we in een iets groter chassis, waar we een 130 en 140 pk variant hebben en nog steeds als viercilinder. Daarna komen we in de maat grotere wielbasis, waar we beginnen met een 6M145. En dat is de eerste zescilinder. Dus voor de mensen die graag wat meer wielbasis hebben voor stabiel gedrag, zowel in het veld als op de weg, en een zescilinder willen gebruiken daarvoor, hebben we al een trekker vanaf 145 pk. Deze serie groeit zo door tot aan de 185. En vervolgens komen we in een maat groter chassis, waar voorheen de 6195M de grootste was. Deze serie loopt nu door tot een 6M240. En daarna krijgen we een geheel nieuwe wielbasis die we in de 6M-serie tot voor kort nog niet gezien hebben. En dat is, zoals jullie achter mij zien, de 250. We hebben deze ook als een 230 variant. En dit is dus de zwaarste met maximaal 281 pk. Nieuw in de 6M-serie is dat we voorheen geen autopower hebben en nu in een zescilinder ook autopower transmissies kunnen kiezen. Dan kan men genieten van een traploze, comfortabele transmissie en in het veld ieder gewenste snelheid kiezen bij het juiste motortoerental. Sprekende over op de weg. Deze transmissie is nu ook te krijgen als 50 km variant. Zowel in de M als in de R. Deze 6M250 lijkt in de bouw heel veel op zijn grotere broer, de 6R250. Eén kenmerkend verschil is bijvoorbeeld de cabine. Deze kennen jullie allemaal van de huidige 6M, maar intern zien we daar toch wel een paar kleine verschilletjes. Daarvoor neem ik jullie graag mee naar binnen. Welkom in de vernieuwde cabine van de 6M-serie. We bevinden ons hier in de meest luxe uitvoering van deze cabine met diverse extra opties en uitrustingen. De 6M250 is enkel leverbaar als autopower. Maar wanneer we in de basis beginnen, kunnen we er zelfs voor kiezen om de bekende schuif in de zijconsole te hebben aan de zijkant op het spatbord, met daarbij mechanische handbediende regelventielen achter. In deze variant is er gekozen voor een armleuningbediening, de bekende commandarm, met de daarbij behorende elektrische ventielen die we kennen met de bediening aan de hand van flippers, of zoals in dit geval zelfs te bedienen met een joystick. Tevens bevindt zich aan de A-stijl hier het standaard display, plus de eventuele extra optionele G5 monitor, waarop we bijvoorbeeld GPS kunnen laten functioneren, het rechtrijden, of een Isobus werktuig kunnen gaan bedienen. Dit zijn een aantal optionele opties die we kunnen kiezen om de 6M wat luxer en completer te maken. Maar zoals eerder gezegd is de 6M tevens leverbaar met een mechanische handgeschakelde transmissie, handbediende regenventielen, waardoor we voor de wat minder veel eisende specificaties kunnen kiezen en dus ook een daarbij lagere prijs kunnen kiezen. Zoals we deze bediening hier zien, is hij verkrijgbaar over de gehele linie. Dus zelfs het kleine broertje, de 6M95, is verkrijgbaar met een commandarm, met autopower en elektrische ventielen, of eventueel voor een handgeschakelde variant. Op iedere 6M, ongeacht de uitvoering, vinden we dit vergrote kleurenscherm. In dit scherm kunnen we bovenin allereerst wat controlefuncties zien en niveaus aflezen.
En onderin hebben we een groter bereik voor alle machine-instellingen. Hier ziet u bijvoorbeeld de hefinrichting achter geselecteerd. En als ik die functie open, zien we allereerst de ingestelde werkdiepte en rechts de actuele positie van de hefinrichting. En wanneer we door middel van het scrollwiel naar de instellingen gaan, kunnen we daar andere zaken gaan instellen. Zoals bijvoorbeeld de daalsnelheid. De hefsnelheid. Of de trekkrachtregeling. Tevens vinden we hier ook instelling voor bijvoorbeeld de regelventielen. Deze 6M is uitgerust met elektrische ventielen. Bij elektrische ventielen hebben we het voordeel dat we zowel de liters als de tijd apart kunnen gaan instellen voor ieder ventiel. Even als voorbeeld ventiel nummer 1 kunnen we hier de liters gaan instellen of de tijd is ook instelbaar. Van een aantal secondes tot uiteindelijk continu. Ik heb nu bijvoorbeeld regelventiel 1 ingesteld op 60% van de olieopbrengst en dat gedurende 3 seconden. Wanneer we nu het regelventiel bedienen, gaat hij 3 seconden lang 60% van de olie geven en daarna stopt hij automatisch. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer we op de kophakker een ploeg willen wentelen voor een aantal seconden of een keeper de klep open doen en voorkomen dat hij continu olie blijft geven op die functie. Dit werkt brandstofbesparend, geeft minder geluidsoverlast en is uiteindelijk een duurzamere oplossing voor een langere levensduur van diverse componenten. Bij de 6M is autotrack of GPS voorbereiding optioneel. Deze 6M250 is uitgerust met autotrack, de complete autotrack voorbereiding en dus ook met een G5 display. Dit volledig touchscreen display is ook vernieuwd. We kennen het misschien al van de huidige 6R, maar dit is dus hier gemonteerd aan de A-stijl en op deze manier kunnen we tevens overzichtelijk het GPS-systeem bedienen en instellen. Hier zien we waar de trekker zich bevindt op het perceel. Als we nu een perceelsgrens hebben ingereden en we gaan de AB-lijnen rijden, hier zien we als voorbeeld spoorafstand 4,98 meter, dan zien we op het display iedere 4,98 meter een denkbeeldige AB-lijn. Op deze manier kunnen we makkelijk zien waar we ons op het perceel bevinden en waar we al wel of niet geweest zijn. Tevens kunnen we op het display bijvoorbeeld de functionaliteit van de ontvanger uitlezen. We zien hier ook de rolhoek en hellingshoek, dus wanneer we heuvelachtig terrein hebben, zien we daar hoe de helling is. Daar reageert uiteraard de ontvanger ook op. Vonden jullie deze video ook zo interessant? Neem dan contact met ons op en kom meer te weten over de geheel nieuwe 6M-serie. Vergeet vooral ons kanaal niet te liken, geef ons een duimpje en blijf op de hoogte van alle kennisbankvideo's.